Hoi, Shelly en Wiedermeen voor vandaag. Wij zitten in de Land Rover en we zijn op de safari. Dus ik ben erg benieuwd wat de opdracht deze keer wordt. Fabel of feit? Klopt het dat een giraf een leeuw kan doden? Even kijken, nou, we staan hier nu tussen de giraffen, dus ik zal even laten zien. Als ik hier uit mijn raampje kijk. Hallo. Nu zie ik deze giraf en die is erg vriendelijk naar ons. Dus zou die in staat kunnen zijn om een leeuw te doden? Een giraf blijkt misschien niet agressief. Hij heeft natuurlijk wel die enorm lange nek. En ik heb het idee dat, ik weet niet of ik gelezen dat giraffen ook met elkaar vechten met hun nek. Of is dat... Ja, mannen die gaan naast elkaar staan en dan gaan ze sparren. Dan beginnen ze langzaam te slaan met die nekken naar elkaar. En hondjes die komen er ook nog af en toe tegenaan. Dat zit er wel veel kracht achter hoor. Ja. We hebben hier vroeger een vakman gehad. Die wil heel graag zijn vrouwtjes bij als ze tochtig waren. Gewoon ook soms individuen wat te slaan van de gaande kant, ik wil erbij. Nou, hij kon met zijn nek kon hij soms makkelijk een andere optillen. Zoals. Ja, ze zijn wel echt heel sterk. Dus. Ja. Oh. Als je ook naar kijkt, van zo'n giraf is niet licht. Nee. Er zit heel veel kracht achter. Een poot die je hebt ongeveer 1,5 ton. Dus, ja, dat is wel flink inderdaad. Kijk, ik zou zeggen van, je hebt dus een groot zwaar beest. Ja. Nou, als mens zelf weet je dat je benen de sterkste ledemaat zijn die je hebt. Omdat je natuurlijk heel je lichaam met het voortloopt. Mm-hmm. Nou, ze hebben 3 poten. Die dat hele lichaam vooruit trekt. Dus er zit best wel een spiermassa in. Ja. Ze hebben de krachten voor, zou ik zeggen. Zouden ze het ook doen? Ja, ik zou zeggen, het lijkt me eerder dat een giraf vlucht dan dat hij gaat vechten. Dat ze dan meer zeg maar, in de groep samen gaan dan dat ze ook echt de confrontatie opzoeken. Ja, het zijn wel, je kent misschien wel bekende beelden ervan, dat ze met de helikopter over een vlakte heen vliegen en dan zie je die groep wegrennen samen. Ja, het zijn natuurlijk wel vluchtdieren, dat wel, maar je hebt maar alle vluchtdieren die in de hoek worden gedreven, die doen ook wel iets terug. Ja, ze geven zich niet zomaar over. Ja, ik zou denk ik dan toch zeggen dat ze het wel kunnen. Misschien is het een heel domme redenatie, maar toch denk ik het wel. Klopt dat? Ja, je hebt dus... De sterkte in de poten zit erin. Yeah. Nou, als het moet, zullen ze trappen. Want dat heb je. Je kent van paarden, ken je het. Een zebra's doen het net zo. Als ze een beetje nauw worden gedreven of ergens snel verschrikken, dan kunnen ze dat natuurlijk. En ze weten donders goed dat dat een manier is om dieren en mensen van zich af te houden als het nodig is. Ja, dus maar echt doden doen ze dan? Ja, dat is aan jou. Ja. Ik heb je gegevens. Ze zijn sterk. Ja. Lange poten, ze trappen als het nodig is. Ja. Wat denk jij als zo'n grote lompe poot tegen je aankomt met volle kracht van de giraf waar je normaal 1,5 ton mee vooruit doet? Dat moet toch haast wel. Ik denk als het nodig is dat ze het wil doen. Ja, ik ga toch voor de lompe. Ja? Oké. We hebben nooit getest hoor. Maar ik heb ook niet te aardig hoor. Maar giraf kunnen inderdaad enorm hard trappen. En als het op de verkeerde plek aankomt, zeg maar op je hoofd of wat dan ook, dan kan dat dodelijk zijn. Zo, wat heftig. Want ook tussen de giraffen, je zou nu best tussen de giraffen kunnen gaan staan, ja, toch? Ja. Maar ze zijn dus niet van nature agressief, maar die zijn eerder... Wow. Ja, het zijn vluchtdieren en wij als verzorgers, dan kennen ze natuurlijk, denk ze gewoon voer en zijn bekend bij ze. Dus ze zullen niet agressief zijn. Ze zijn gewoon eerder nieuwsgierig en gaan kijken bij je. Maar trappen zullen ze dan niet doen. Je ziet het. Het is dus inderdaad niet per se die nek, maar toch echt die benen. Op zich, die benen zien er wel een beetje uit als een kleine spillebeentjes, maar ik kan me voorstellen als ze het dan trappen, dan bam, met dat hele gewicht. Nou, vooral als je gaat trappen in de situatie dat ze dat doen, zijn ze al aan het wegrennen. Oh, het zal vooral de achterpoten zijn, maar als je hier naar tussendoor kijkt, als je achterpoot vergelijkt met de voorpoot, er zit echt een enorme massa boven. Oh ja, inderdaad. Een enorme bijen. Dus dat is veel krachtiger dan een voorpoot. En daar zullen ze dan ook mee trappen. Maar nu zie ik er echt
best wel veel overal hier rondlopen. Maar hoeveel zijn er dan? Op dit moment hier op de vlakte lopen 14 giraffen rond. Oh, best goed nog, ja. Ja. Soms zou ik niet zeggen, maar ze hebben hier zoveel ruimte dat ze altijd wel een paar ergens achter de struiken niet meer ziet. Of aardig verspreid zijn, maar het is een aardig grote groep wat we hier hebben. Ja, maar volgens mij had ik het goed, dus dan is het een vriendinnen. Vind je pyjama? Ja, goed. Ik breng wel geluk hier, de safari, dus daar wil ik wel vaker heen. En dan wil ik jullie heel erg bedanken dat we hier mochten zijn. Ik vond het echt super leuk. Als je nou ook een leuke video vond, kun je een duimpje omhoog achterlaten. En kun je hieronder abonneren op het kanaal, dan kun je nog veel meer leuke video's zien. En dan zie ik je volgende week weer met een nieuwe. Doeg!